Ja, dat hoor ik heel vaak. Iedereen zegt dat. Peter Bos, je trainer, die zei, nou, ik ben eigenlijk wel tevreden dat er niemand naar het grote Oranje gaat in verband met eventuele blessures die je kan oplopen. Kun je dat volgen? Ja, ik snap dat wel dat hij dat zegt. Hij wil natuurlijk zoveel mogelijk fitte spelers terugkrijgen, zodat we weer aan een goede reeks kunnen beginnen. Dus ik snap dat wel. Maar vanuit jou, het is natuurlijk heerlijk om je hier te mogen melden. Ja, zeker. Ik vind het altijd wel fijn om bij Jong Oranje te komen. Ook weer die nieuwe jongens te zien en de oude gasten waar ik mee heb gespeeld. Om ze weer even te zien en te spreken. Vorig jaar ben je er voor het eerst bijgekomen. Merk je dan als speler van PSV, Champions League ervaring nu inmiddels, merk je dat je anders binnenkomt dan als speler van FC Utrecht? Ja, ik merk wel aan mezelf dat ik meer een leiderrol op me neem. En ja, in het veld ook de dingen probeer neer te zetten. Ook voor de jonge jongens, om ze er goed in te leiden in het team. Dat ze gewoon zich fijn voelen en dat ook meenemen in activiteiten. Dus ja, dat neem ik wel op me. Ja, hoe doe je dat? Ja, gewoon dat iedereen, dat niet iemand buiten de groep valt. Gewoon iedereen in de groep meenemen. Als we gaan poelen of iets, gewoon lekker meenemen. Voor je eigen gevoel, hoe ver zit je nog af van het niveau van het grote Oranje? Ja, dat weet ik niet. Ik probeer gewoon mijn best te doen bij PSV en dan mijn best te doen bij Jong Oranje. En zolang ik dat doe, komt het allemaal vanzelf wel. Ik wil natuurlijk, een droom van me is natuurlijk om het echte Nederlands elftal te halen. En het is gewoon stap voor stap. Stap voor stap. Heb je een voorbeeld? Als ik naar hem kijk, ik wil op die manier, als ik zijn pad volg of als ik doe wat hij doet, dan zit het erin dat ik het grote Oranje haal? Ja, Virgil van Dijk vind ik wel een topspeler eigenlijk. Hoe hij als leider is, hoe hij in het veld staat, hoe hij overkomt. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, kijk je dan ook echt specifiek naar wedstrijden van Liverpool om hem aan het werk te zien? Af en toe wel, ja. Als ik tijd heb, dan kijk ik wel die wedstrijden. En wat valt je op? Welke kwaliteiten van Van Dijk zou jij wel willen gaan bezitten? Ik vind gewoon die leidersrol die hij heeft, hoe hij het neerzet. Dat hij zelf niet dan in de problemen komt. En dat vind ik wel knap, hoe hij dat doet. Vorige week stond je tegenover niet de minste, Viktor Gyökeres, in de Champions League. Heb je die de dag daarna nog uit je broekzak moeten halen? Ja, dat hoor ik heel vaak. Iedereen zegt dat. Het was een mooie wedstrijd met veel duels tussen hij en ik en het is ook een hele goede spits. Dus het was echt een mooie wedstrijd. Jammer dat we hem niet hebben kunnen winnen, maar goede wedstrijd. Ja, over de broekzak, dat is natuurlijk een beetje gein, maar even serieus, je speelde een superpot toch? Daar ben je wel mee eens? Ja, zeker. Het was een goede wedstrijd, verdedigend. Zoals ik zei, gewoon jammer dat we het niet hebben kunnen winnen. En, op naar de volgende wedstrijd. Voelde dat ook echt wel als een van je betere wedstrijden in je carrière? Ja, ik denk het wel. Omdat het natuurlijk ook op Champions League niveau is. Dus daar wordt ook anders naar gekeken. Dat geeft me ook natuurlijk meer vertrouwen. Luc de Jong, ook niet de minste. Op wie je natuurlijk vaak op trainingen zal staan. Ja, Luc de Jong. Hele goede spits. Heel goed met het hoofd. Dus ja, soms sta ik op Luc. En leer ik natuurlijk ook dingen van hem. Hoe ik het beste kan staan. En hij heeft natuurlijk ook genoeg ervaring om mij dat mee te geven. Ja, wat geeft hij jou mee? Hij zegt me vaak gewoon je moet rustig blijven. En het komt allemaal wel vanzelf. En in de trainingen, als we een duel hebben, ja, je voelt gewoon dat hij echt ervaring heeft. En in bepaalde situaties heel slim met bepaalde dingen om kan gaan. Ik zag op je Instagram dat je ook aan K1 doet met je vader. Kun je eens uitleggen hoe dat zit? Ja, ik doe dat niet per se echt. Soms train ik dan met mijn vader kickboksen. Of omdat mijn vader dan in de kickbox zit. Neemt hij me soms mee om een paar dingetjes te doen. Maar nu doe ik dat niet echt meer, maar vroeger wel. Ja, dus het zit er wel in. Je kan er wel wat van. Ja, of ik er wat van kan. Ik vind van niet. Ik wil liever voetballen.